Hallo toppers van groep 3 tot en met 8. Het is alweer tijd voor onze 12e gymles. En een bijzondere, want het is de laatste voor de vakantie. Dus dat betekent tijd voor apenkooi. Maar ja, geen gymzaal, dus doen we het met stoepkrijt. Kijk maar goed, want we gaan zo beginnen met het tekenen van onze stoepkrijt apenkooi. Zoals jullie zien is de stoepkrijt apenkooi helemaal klaar. Nou, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? We hebben 5 beweegbanen op de grond getekend. En je kan natuurlijk zelf voorzien wat je allemaal doet, maar kijk maar mee wat ik heb gedaan. Baan 1. 3 hoekjes betekent 1 been. Twee voetjes, twee handjes. Weer twee handjes. We komen hier bij de roze. Het is altijd sloot. Je moet altijd overheen springen. En ik ga naar een dun lijntje, dus ik spring erop. En ik balanceer naar het einde. Oké. Baan 2. In, uit, in, uit. Spring erover de sloot. En dan spring ik maar een rondje naar binnen. En dan kom ik rustig tussen de lijnen door. Baan nummer 3. Ik stap met de juiste voet in de juiste voet. Zijn handjes bij. Dus ik ga nu elke keer met de handen springen als een kikker. Kijk, komt die grote sprong over de sloot heen naar het lijntje. Rondje. 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 En dan zijn we alweer bij baan 4. Je ziet voetjes, je ziet handjes. Dus hier heb ik voeten en handen. En ik spring weer van rondje naar rondje. De laatste baan. Ik loop de hoeken. Kom maar bij mijn handen voor het onderdeel. Dus zijn er handen voor je. Maar dat kan gebeuren. Hey, we gaan gelijk door met het volgende onderdeel. Want kan ik ook zijwaarts overheen. Of diagonaal. Dus ik ga niet netjes de banen volgen. Ik ga nu gewoon lekker door elkaar heen bewegen. Zonder de grond te raken. Doe je mee? Komt ie. Begin bij baan
spring ik gelijk naar baan 4. Dan spring ik naar baan 3. Ik ga door naar baan 1. Baan 2. Baan 3. Baan 4. Dus nu maak hem af en red het naar het einde. Oké. Het volgende spelletje in de apenkooi heb je 4 hoedjes voor nodig. 4 schoenen. 4 knuffels. Maakt niet uit. Als je er maar 4 hebt. Ik begin bij het begin. Ik moet zo snel mogelijk naar de overkant, maar ik moet alle onderdelen raken. Klaar. Go. Dat was best snel, toch? Wat je ook kan doen, is dat iemand anders roept waar je heen moet. Dus ik ga aan het begin staan en dan horen we wel naar welke kleur ik toe moet. Oranje. Oh, de laatste. Ik kies mijn eigen route. Yes, volgende. Blauw. Ga ik weer eens even die kant op. Wit. Wit. Even kijken. Gehaald. Hey, wil je het moeilijker maken voor jezelf? Dan kun je ook bepaalde onderdelen wegkruisen. Dus ik pak even een krijtje. En ik kruis een paar onderdelen weg. Let maar op. Deze onderdelen doen nu niet meer mee. Die mag niet meer. Deze mag niet meer. Hier mag je geen hand meer gebruiken. Hier doen we 1 rondje niet meer. Oké, we hebben nu alle kruisen gezet, dus we kunnen weer door naar het spelletje. Nou, wat ga ik nou doen? Ik ga nu proberen om weer over het parcours te gaan, diagonaal. Maar ik mag alle kruisen natuurlijk niet raken. Let maar op. Oké, je begint hier gelijk met de eerste overslaan. Die kan niet. Even kijken. Daar mag ik niet heen, dus ik ga daarheen. Gehaald. Met de kruisen. Je kan natuurlijk zoveel mogelijk kruisen zetten als je zelf wil. Je kan het zo moeilijk maken als je wil. Nu gaan we het spelletje met de hoedjes doen, met de kleuren. Ook met de kruisen. Oranje. Ik ga daarheen. Grote sprong. Yes, gehaald. Met kruisen. Geel. Geel. Daar mag ik niet heen. Oké.
Wit. En wit. De laatste. Oké, okay, ik mag niet door. Ik ga die kant op. Ook gehaald. Dus zo kan je spelen met kruisen en met hoedjes of schoenen. Wat je maar hebt in huis om de vier plekken aan te geven. Natuurlijk kun je ook echt apen kooien. Dus met een tikker. Hoe gaat dat? Nou, heel simpel. De tikker begint aan de ene kant van het parcours. Ik ga aan de andere kant van het parcours. En de tikker wordt weer te tikken. En ik moet natuurlijk wegrennen. Maar we mogen allebei alleen maar het parcours gebruiken. Dus we mogen niet op de grond komen. Ja? Nou, komt ie. Tikker gaat daar staan. Ik hier. Dan moet je maar even snel weg. Die hebben we niet nodig. Wisselen. Ben ik de tikker? En dan ga ik op een andere tikker. Klaar. Go. Kom eraan, kom eraan. Oh. Die mag ik niet hoor. Ja, getikt. Nou, en zo kun je dus heel veel leuke spelletjes spelen op zo'n stoepkrijt apenkooi. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. En ook dan posten we dingen hoor. Hou onze Facebookpagina maar in de gaten. Doeg!